Het Search-project dat gisteren is gelanceerd zal het concurrentievermogen van Suriname moeten verbeteren en de verdiencapaciteit verhogen middels diversificatie van de economie. Het project is onderdeel van het Suriname Competitiveness and Sector Diversification SCSD-project, waaraan verschillende bedrijven uit verschillende districten zullen participeren, waaronder de inheemsen en Marons. Susan Bansropansi, componentcoördinator SCSD, zegt dat dit project niet alleen een boost zal geven aan het algemeen bedrijfsleven, maar in het bijzonder ook aan vrouwelijk ondernemerschap. Vrouwen leveren een belangrijke bijdrage aan ondernemingsactiviteiten en aan economische ontwikkeling in termen van het creëren van nieuwe banen en het vergroten van het bruto binnenlands product, met positieve effecten op het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting. Het percentage dat besluit een ondernemerscarrière na te streven is echter lager dan dat van mannen en dit verschil is groter naarmate het ontwikkelingsniveau van het land toeneemt. Dit past helemaal in de resultaten die bereikt zullen worden met de Surinamese Growth Enterprises Search. Op basis van bovengenoemde voorziet het project ook in het stimuleren van vrouwelijke ondernemers. Van de 160 MKMO's die profiteren van steun van business support zal 64 vrouw zijn. Van het aantal MKMO's dat matching grant zal ontvangen zal 60 vrouw zijn. Erik Hansen, directeur Surinamese Growth Enterprises Search, is overtuigd dat innovatie en ondernemerschap de factoren zijn die ontwikkelingslanden in staat hebben gesteld om hogere ontwikkelingsstadia te bereiken, zoals ontwikkelde landen. Hiermee kunnen ook economische en sociale transformaties worden doorgevoerd. First of all, we want to identify good candidates and generate these initial applications, which we'll have an opportunity to take a look at later today. From there, we'll select the best clients for us to work with here, again, across the entire country. We'll help them to develop sales growth plans that can be acted on today. And they're very transactional. They're very practical. It's not just increasing a capacity. No, it's to support them to increase their sales to buyer X, Y, and Z. Right? So very, very clear. We're going to help these companies make a pitch to an evaluation committee composed of business leaders here that will help to discern which of these companies are actually going to be doing the best to increase their sales. And our criteria is we want bang for the buck. Van de 118 bedrijven maken 43 gebruik van het Search-platform. Van de geïdentificeerde bedrijven en outgrowers zijn er 13 individuele en 3 waardeketengroepen die in totaal 68 outgrowers hebben. Hierdoor worden 84 personen direct ondersteund. Van deze groep zijn 6 vrouw, 18 inheems en 40 marons.